bijzonder, hè? Die boer die belde dat er zoveel waren. Dan ben je toch eigenlijk een dag of twee te laat. Goed, een paar voor de avond van je vader, daar zal hij blij mee zijn. Zeker. Hoi. Hey, hallo. Maar het is gelukt hoor. Ik zie het. Geen handjes vol. Kijk eens aan. Kuikjes. Ja, we hebben een paar. We hebben het kraaien. Ja. Mooi man. Daar zal de avond blij mee zijn. Dat denk ik ook. Ja. Mooi man. Hendrik, een kraai, kun je die nou in zijn geheel voeren aan zo'n havik? Dat kan. Ja? In de natuur gebeurt dat natuurlijk ook. Ja. In de natuur pak je hem ook met, zitten er ook veren aan. Voordat hij bij het vlees kan, zal eerst die veren naar de kant moeten. Dus dan plukt de en dan ropt die havik zelf met de snavel, haalt hij alle veren en dan begint hij te eten. Ja. Maar ja, daar krijg je echt veel rommel van en ik haal even de borsten voor haar uit. En dan zit er altijd nog een paar veertjes aan en die pik ze dan zelf weg. En dan heb ik hier de borst. Met een stuk van de vleugel eraan. Dat heeft twee doelen. Als ik hem straks in de handschoen heb, dan heb ik iets om hem goed vast te houden. Ja. Ik kan het vlees mooi aanbieden. En als ze zin heeft en ze wil nog wat energie kwijt, dan kan zij de rest van de vleugel nog wat pikken en plukken. Op die manier bied ik eraan. Is een wilde havik in Nederland nou ook zo groot? Is die dit formaat? Dit is een Finse havik. Ja? Ietsje groter dan een inlandse Nederlandse havik. Okay. Maar het maakt elkaar niet zo heel veel. Maar een havik is geen aaseter zoals een buizerd? Nee, het is geen aaseter. Nee. Die gaat echt voor de verse prooi, zeg maar. Ze jaagt dus dezelfde, probeert ze prooi te bemachtigen. Ja. En daar eet ze op. En dan blijft er dan wat over. Dat is dan voor de aaseters, of voor de vos die langskomen, of voor de buizerd. Hoe jaagt zo'n havik in het wild? Want je ziet dat dan wel, zoals wij gaan jagen, een verzand vliegt erop en die gaat voor de wind weg. Jaagt zo'n havik ook achter zo'n stuk wild aan? Ja, achter de verzand aan. Okay. Dat kan. Havik is de vogel voor de lage vlucht, zoals je dat noemt. Ofwel, je kan dat zien als voor de voet jagen. Je loopt met de havik in het veld. Je hebt de hond bij je. Hij wijst op een gegeven moment het wild aan of het wild komt op. Dat kan een konijn of een haas zijn. Zelfs een havik is niet bang voor een haas. Zo. En dan komen ze dus van de hand af. En want zij zien het al eerder als wij. Dus je merkt al aan de vogel van, hey, er gebeurt wat. En dan laat je hem los en dan probeert je hem te pakken. Het is ook een jacht wat niet altijd prijs is, want het is puur natuur.